Dit is meer vast. Ja, Bjorn, je hebt net gestemd. Ja. Was het een lastige keuze? Een lastige keuze? Nou ja, ik had de keuze uit 21 kandidaten. Dus als ik mezelf niet meetelt, ben je wel er 20 over. Dus de lijst, die wist ik wel. Natuurlijk, lokaal DNA. Ik hoop dat heel veel mensen dat gaan stemmen. Maar ik heb in ieder geval op een kandidaat van een van die 20 gestemd. En welke? Dat hou ik nog even voor mezelf. Maar het is in ieder geval een kandidaat met heel veel ambitie. En je kunt hem of haar ook zeker een raadzetel. Je spreekt over raadzetels. Wat zijn jouw verwachtingen? Ja, ik heb ook afgelopen weekend al bij jullie gezegd. Op dit moment hebben wij 3 zetels. We hebben natuurlijk de aanwas ook van leden van Focus erbij gekregen. En ja, goed, wij verwachten toch wel dat we ons zeker gaan verdubbelen. En dat is ook wat ik allemaal hoor om ons heen. Ik hoor soms hele hoge aantallen. Soms moeten we een beetje de verwachtingen managen. Maar ik ga ervan uit dat wij echt tussen de 5 en de 7 zetels kunnen uitkomen. Zo, wie stem is goed gebracht? Ja, dat is hard. Yes. Ja, je hebt net gestemd. Was een moeilijke keuze? Voor mij niet zo, nee. Maar hebt u ook op zichzelf gestemd? Ja, heb ik gedaan. Ja. Wat verwacht je van vanavond? Ja, ik denk dat natuurlijk lokaal DNA heeft wel heel goed gedaan in de campagne. Ik verwacht dat zij toch aardig wat stemmen erbij krijgen. En ik hoop dat wij natuurlijk minstens die 3 houden. En hopelijk een klein beetje hoop ik op een 4e. Dit is natuurlijk allemaal een beetje op de feiten vooruitlopen, maar als het zou kunnen, huidige coalitie kan dan doorgaan? Ik moet eerlijk zeggen, ja, dat ligt natuurlijk dan, moeten we afwachten wat de kiezer vindt. Maar het heeft heel goed gewerkt de afgelopen 2 jaar. En ik weet nog dat Brugge het heel raar vond dat wij maar 1 A4'tje hadden met heel weinig tekst erop. Dat was dus voldoende om samen te werken. En dus in die zin is dat misschien een voorteken dat het heel goed gelopen heeft. Goeie smakelijk. Stent, was het een moeilijke keuze? Nee, helemaal niet. Nee. Ik stem uiteraard op Brugge, wat had je gedacht? En weet u ook op wie heeft u gestemd? Ja, nou, ik heb lang getwijfeld van eigenlijk zou iedereen van de lijst willen stemmen. Maar ik heb dit keer ons paradepaardje van onze lijst, dat is Gerrit van der Bijl. Ik heb ook gisteren gezegd op mijn eigen partij Facebook, zonder andere mensen tekort te willen doen. Maar Gerrit is denk ik als raadslid buiten categorie. Wat verwacht u wat er gaat gebeuren vanavond? Ik vind dat heel lastig te voorspellen hoor. Kijk, zelfs mensen die tegen je zeggen, hé Jan, we stemmen op jou. Dan weet je niet wat er in dat hokje gebeurt waar ze het bolletje rood maken. Hè? En dat geldt voor mensen die dat tegen mij zeggen, maar dat geldt natuurlijk ook voor andere partijen. Hè? Ik kreeg toevallig vorige week bij het uitbrengen van de brochures, kreeg ik over van ja, Jan, we hebben wel een poos van die ophangen, maar onze stemming gaat toch naar jou. Ja, dat is leuk om te horen, dus ook dat wil niet alles zeggen. Wil je hem dan maar even? Zo, ook al wel gebakken. Als je stemt, dan heb je recht van spreken. Als je niet stemt, heb je geen recht van spreken. En dat is eigenlijk het belangrijkste. En er zijn, zelfs doden voorgevallen om het recht te hebben om te gaan stemmen. Er zijn een heleboel mensen die zouden graag willen gaan stemmen en die mogen het niet. En wij, als je dat kunt, moet je gewoon dat recht gebruiken. Ja. Nu denk ik natuurlijk dat u het graag zou zien dat mensen op het CDA gaan stemmen. Wat zijn uw verwachtingen? We hopen de 3 zetels te kunnen bestendigen. We verwachten dat misschien niet helemaal gehaald zal worden, maar we hebben met een hele goede ploeg onze uiterste best gedaan om het weer om het zover te laten komen. En wij denken dat we hebben laten zien dat we het waard zijn om minimaal 3 zetels weer te krijgen. Ja, dat was hem, de stem. Waar hebben we op gestemd? Ja, dat houden we geheim natuurlijk. Hè. Maar sowieso iemand van mijn eigen partij natuurlijk. Hoe is dat nou om nu te kunnen stemmen en met het vooruitzicht van die raad? Nou ja, het is altijd een spannend moment. En we hopen dus ook dat iedereen zijn democratisch recht uitvoert en komt stemmen. Ja. Waar hopen jullie op? Nou, we hopen sowieso continueren van onze 2 zetels. En we gaan eigenlijk uit van een zetelwinst.